Goedemiddag en welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Steven en ik zit in mijn kamer, de zeekamer. Ik heb best een week gehad. Goed slapen, mooie dienst gehad vanochtend in Wageningen. Mijn baardje is redelijk mooi getrimd. Mijn vader is best snel, ik heel blij mee. Maar iets dankbaarder zijn voor dingen die ik doe en krijg. Dus dat is ook weer zo. En ik heb bijna vakantie, nog 4 weekjes werk en ik vakantie. Ik kijk in de Tesla toe, dus dat is wel leuk nieuws. En ik heb al dan 3 weken verkering met een meisje, met een meid uit Ede, superleuk. Alleen, we vinden het een beetje lastig om door te zetten, omdat het nogal lastig is voor bemoeien, de mensen bemoeien. Maar daar ga ik niet over in, want dat is gewoon van mij, privé. Goed, ik heb gisteren een superleuke dag gehad met haar. En heerlijk uitgerust, relaxed en lekker gedoucht. En gisteren nog tv gekeken met haar samen. En gistermiddag gewoon lekker gewandeld en in de stad geweest gisteren en ik heb weer eenmaal wat gegeten. Was super leuk, super gezellig, stof. Toffe dag gehad, echt een prima dag gehad. Top, 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 top. Het is droog buiten, we gaan zo meteen even de arm doen zo. Ja, alles staat trouwens. Dus even weg, even erop uit. Daar ga ik bij vrienden bij praten, hier in het dorp. Die heb ik al weken niet gesproken. En daar wordt een beetje te veel. Bij mijn ouders weer eens een keer en dan. En dan net een paar weken verkeering en dan ook nog net terug op vakantie. En dit loopt anders en dat loopt anders en dit gaat niet goed en dat gaat niet goed. Alleen maar negativiteit, daar heb ik helemaal niks aan. Moet positief bekijken. Dus ik wil even zeggen, dat ik echt mijn best doe. Ik wil me echt aan het schema houden, ik wil echt op tijd slapen en zo. Ik heb het echt nodig, maar dat valt af en toe echt niet mee. Ik doe echt mijn best, dat mogen jullie echt weten. Ik ben keihard aan het werk om aan mezelf te werken, dingen te verwerken, nog steeds. Het duurt echt heel lang voordat ik het verwerkt heb. En. Ik ben mijn 13 dagen jarig, superleuk. Ik heb er zin in. Hoe zei je? Ja. Ik ben niet zelfs een best wel, sorry. Dus, doen we weer buiten. Het is droog. Maar goed, we gaan een stilte bij vallen. Zet gewoon door, we gaan er gewoon voor. Blijf positief, blijf sterk, we staan sterk. God is bij ons, God waakt voor ons, hij houdt voor jou. Hij houdt mij, houdt voor iedereen. We zetten gewoon door. Hou je sterk, doe ik ook. Ga wat binnen en laat ik doen, mijn kracht niet meer tekenen. Mijn hoofd leeg maken. Neem mijn dagboek schrijven. Zoek wat gaat goed in mijn hoofd. Ja. Wat wil ik eigenlijk vertellen, dat het eigenlijk op zich wel prima gaat. Ik ben niet echt moe, val bij, een beetje lui, een beetje relaxed. Ik ben moe, nee. 4 weken heb ik vakantie, of 4 weken, dus het valt nog eens mee. 4 weken werken. 1, 2 weken vrij. Ik hoop 2 weken, want 3 weken vinden ze te lang. Maar goed, ik bekijk het positief. Ik ben helemaal sterk. Zijn bedje dit weekend is voor vandaag. Is ze morgen? Ik hou me sterk. Als ik bij mijn vriendin, blij met mijn woning, blij met mijn vriendin. Stoombaar zijn, dat is ook gezegd. Ik moet stoombaar zijn. Ik kan fietsen, ik kan gewoon naar het werk toe, ik kan gewoon lekker mijn ding doen. Schoonmaken, zo kan het allemaal nog. Dus dat ga ik ook weer doen de komende tijd. Ik ga niet dan dus een herboord iemand naar vrienden toe. En dan lekker bijpraten, dan niet lekker voor je doen. Dat ga ik echt niet doen.
Ik wil vooral lekker rusten, relaxen. Ik kan mijn kamer relaxen. Gewoon tot rust komen. Plannen lezen. Ik ga straks weer beatboxen. Een paar nummers. Straks lekker even eruit. Ik wens je een hele fijne zondag. Zodat ik mezelf zelfs niet heel vrolijk ben. Maar dat komt wel goed. Dat ga ik van de week verbeteren. Ik ga echt aan mezelf werken. Ik ga op tijd op bed komen. Geen te veel beloven. Geen woorden met daden. Je zult het zien. Fijne zondag. God bless you. Nice sad Sunday. En hou je sterk. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Doe een duimpje omhoog. Zie ik weer een nieuwe video. Ciao.